In de helm van een astronaut van de Apollo 12 missie is een onverklaarbaar object te zien. Volgens critici zou het wel eens om een studiospot kunnen gaan. De uitleg van de NASA, het zijn aliens. Nee, grapje. Een wapperende vlag op de maan, raketmotoren die geen vlammen spuiten, geen sterren aan de hemel. De complotdenkers zijn het eigenlijk allemaal met elkaar eens. De maanlanding van de VS was van start tot landing fake. Op 21 juli 1969 kijken miljoenen mensen over de hele wereld naar de allereerste beelden van de maanlanding van de VS. Neil Armstrong die daar staat. Ja, dat is het eigenlijk. En voor het eerst iemand die een voet gezet heeft op de maan. Helemaal top, helemaal geweldig, vindt iedereen. Maar is het nou echt? In de tijd van de maanlanding liepen de Russen eigenlijk qua ruimtevaart op alles voor op de Amerikanen. Ze hadden als allereerst iets gelanceerd wat in een baan om de aarde terecht kwam. En de Russen, die eigenlijk al een stuk voorlopen op de Amerikanen nadat ze dat ding in de baan rond de aarde hebben gelanceerd, sturen daarna ook nog een hondje de ruimte in. Het hondje Laika, wat jullie allemaal wel kennen. Maar ook nadat ze Laika de ruimte in hebben geschoten, dachten de Russen nog niet, we lopen nu zo snel voor, we kunnen even stilzitten. Dus sturen ze opnieuw dieren en allemaal dingen de ruimte in. Ze sturen 2 honden de ruimte in, een konijn, 42 muizen, 2 ratten, een hoop vliegen, een plant, schimmels. Oftewel, de Amerikanen liepen hopeloos achter op de Russen. Maar al die dieren en schimmels en zo, wat ze daar de ruimte in hebben geschoten, dat leek nog niet bepaald heel erg op een mens. En de Amerikanen die waren vrij slim. Die dachten, hoe sturen we iets wat beter is dan wat zij in de ruimte hebben geschoten de ruimte in, maar wat nog geen mens is. Dus zij sturen een chimpansee de ruimte in. En dan, op het toppunt van de ruimtevaartwedloop, als de Amerikanen de chimpansee naar de maan hebben naar de ruimte hebben gestuurd, dan sturen de Russen Yuri Gagarin de ruimte in. Oftewel de allereerste mens in de ruimte. En dan is er eigenlijk niet meer overeen te komen. Je kan dan zeggen, wij sturen nu de allereerste, de tweede mens naar de ruimte. Maar ja, dan sta je gelijk. Na afloop heb ik nog zitten denken, stel je voor dat ze nou toen een vrouw naar de ruimte hadden gestuurd. Dat was nog iets beter geweest, snap je. Maar dat hadden ze niet gedaan. Dus toen dachten ze, de enige manier hoe we ze nu nog kunnen overtroeven, is door een man op de maan te zetten. Oftewel, er zit opeens ontzettend veel druk op je. Die man moet op de maan, die moet snel op de maan, voordat de Russen het doen. En hoe doe je dat als je niet alle middelen hebt? Als je eigenlijk iets achterloopt op Rusland. Dan kan je proberen om met slechte software en alles toch dat mannetje neer te zetten op de maan. Of je kan proberen in de woestijn ergens een mooi filmpje op te nemen met hallo, ik ben de eerste man op de maan. Niemand die er ooit achter komt. En je wint de ruimtewedvaartloop. Dus er zijn ontzettend veel dingen. Er is een hele... Er is een hele Wikipedia-pagina vol met dingen. Dingen die nep zijn aan de maanlanding. Ik zal het heel even opzoeken voor jullie. 20% van de mensen in Amerika geloven dat er nooit een Amerikaan een voet op de maan heeft gezet. Dan zijn er een hele hoop mensen in Nederland die zeggen, jawel, er hebben al lang mensen een voet op de maan gezet. Maar de allereerste man op de maan, die was fout. En dat was niet echt. Dat is de complottheorie die ik deze aflevering met jullie bespreek. Dan heb je als eerste de wapperende vlag. De Amerikanen die zetten die vlag neer. Die Amerikaanse vlag daar van wij claimen een soort van de maan. Op zich heel grappig. Maar die vlag die wappert. En op de maan is er geen wind. En geen geluid trouwens. Ook zie je meerdere reflecties, meerdere lichten van alle kanten op de helm van Neil Armstrong. Maar er is maar van één kant komt er licht. Er staan geen sterren aan de hemel. Terwijl je op de maan overal sterren zou moeten kunnen zien. Dus laten we het eerst hebben over de wapperende vlag.
De complottheorie over de wapperende vlag is de eerste vlag op de maan die wapperde. Er gaat tenminste één kleine rimpeling uiteindelijk door de vlag. En dat kan niet omdat er in de atmosfeer van de maan geen lucht is, dus ook geen wind. Maar de NASA die zegt daarover, de vlag werd bewaard in een dunne buis en de rimpeling werd veroorzaakt door het uitvouwen van het textiel. Het zou dus kunnen dat de vlag bewoog. Het zou ook kunnen dat de vlag bewoog doordat astronauten tegen de vlaggenmast duwden. Dus de NASA probeert eigenlijk te zeggen, nee, het was wel echt. En de complottheorieën zeggen, het is niet echt. Dan heb je ook dezelfde achtergrond op verschillende plekken. Twee foto's van de Apollo 15 missie hebben identiek dezelfde achtergrond, hoewel ze kilometers van elkaar genomen zouden zijn. Volgens critici is twee keer dezelfde studioachtergrond gebruikt. Maar de NASA die zegt, de maan is veel kleiner dan de aarde. Daarom lijkt de horizon veel dichter voor menselijk oog. Ja, dat... Ik weet niet helemaal. Oké, de letter C op een maansteen. De samensweringstheorie zegt, op een maansteen die op meerdere foto's opduikt, is duidelijk de letter C te zien. Volgens critici is de studiomeester vergeten om de steen zo te draaien dat de letter uit beeld bleef. Uitleg van de NASA. Oftewel, heeft iemand achteraf de letter C op de foto gezet, of is er een haartje blijven hangen bij de ontwikkeling van de foto? Ik vind dit een hele zwakke uitleg. Je kan niet zeggen iemand achteraf, ja, die heeft daar een C op die foto gezet. Ja, ho. Dus op zich zou ik hier eerder neigen naar het antwoord van de complottheorie zelf. Dit is trouwens een heel artikel met 10 redenen waarom de Amerikanen nooit op de maan zijn geland. Dat is de bron die ik gebruik. Dan heb je de geen sterren, waar ik het net ook al over had. Geen sterren te zien. En dan zegt de NASA, de kwaliteit van foto's is niet goed genoeg om sterren weer te geven. Samensweringstheorie is, in de helm van een astronaut van de Apollo 12 missie is een onverklaarbaar object te zien. Volgens critici zou het wel eens om een studiospot kunnen gaan. De uitleg van de NASA, het zijn aliens. Nee, grapje. De NASA heeft hier dus geen uitleg voor. Die betwisten dit niet. Maar die weten niet wat dat wel zou kunnen zijn. Dan heb je meerdere lichtbronnen. De samensweringstheorie zegt, op verschillende foto's is te zien dat schaduwen in alle richtingen vallen. Dat is vreemd, want de zon is de enige lichtbron op de maan. Alle schaduwen moeten dus in dezelfde richting vallen. Tenzij ze afkomstig zijn van studiolampen. De NASA zegt, het grillige landschap zou een oorzaak kunnen zijn van de onregelmatige schaduwen. Vind ik ook zwak. Het is een beetje een rare uitleg, vind ik. Dan heb je het gebrek aan impact. Als de NASA echt op de maan was geland, dan had er zich een enorm grote impactkrater gevormd onder de maanmodule. Op geen enkele foto is dit te zien. De NASA zegt, de krater blijft achterwege door het gebrek aan zwaartekracht. Doordat er geen zwaartekracht is, is er minder impact. En door het feit dat de oppervlakte van de maan bijvoorbeeld uit keiharde rotsen bestaat. Die vind ik op zich, die uitleg is vrij goed. Dus zo zie je al dit soort dingen. En de vraag is het nou echt of niet? Als je mij dan vraagt, dan komen we een beetje bij de conclusie. Is er ooit een man op de maan geweest? Ja. Is Yuri Gagarin ooit in de ruimte geweest? Zeker weten. Is het hondje Laika ooit in de ruimte geweest? Zeker weten. Is André Kuipers op de maan geweest? Vast wel. Is de allereerste maanlanding van Neil Armstrong echt waar? En zijn het de originele beelden? Lastig. Het zou altijd, dat is ook nog een complete theorie, een mildere versie, kunnen dat de beelden bijvoorbeeld mislukt zijn. Dat Neil Armstrong daar op de maan geweest is, de beelden mislukt zijn. Ze dachten van, we hebben nu nul bewijs tegenover de Russen. De Russen die lachen ons uit. Wij hebben nul bewijs. Ideetje. We nemen het op in een studio. Dan hebben we alsnog bewijs. Dat zou kunnen. Het zou ook kunnen, zoals de NASA uitlegt, dat al beeldmateriaal gewoon slechte kwaliteit was en rommelt aan alle kanten. Ik weet het niet zeker. Ik heb erg goede redenen om te twijfelen aan het beeldmateriaal van de NASA. Maar ja, ik hoor ook heel graag jullie mening voordat ik echt mijn eigen mening geef. Dus laat zeker hieronder in de reacties achter maanlanding, waar of niet. Veel van mijn vrienden zeggen de eerste maanlanding, ik weet het niet zo goed. Dus laat dat zeker weten. En dan
zie ik jullie volgende week woensdag bij een gloednieuwe aflevering van Complottheorieën.